Misstanden meegemaakt vanuit de koloniale overheid. En daar is het inderdaad dat hun leven gegaan is met veel pijn, met veel bloedvergieten. En dat moet vandaag gememoreerd worden. Maar aan de andere kant wil ik vandaag citeren de VN-secretaris-generaal die vandaag op zijn tweet getwitterd heeft. En wat zegt hij, Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, op deze internationale dag der inheemse, dat hij geweest is naar Suriname enkele weken geleden en hij is gegaan naar de inheemse gemeenschappen. En hij schrijft daar met vol bewondering en respect heeft hij gezien hoe onze inheemse broeders en zusters afgelopen jaren, daar heb ik het niet over afgelopen tientallen jaren, afgelopen honderden jaren, gezorgd hebben voor onderhoud van het bos. Voor onderhoud van de biodiversiteit. Dat de Indie-Bradanasis en zo moeten gaan boezeten. En we dachten ja, als land zijn we bijzonder blij en trots dat we carbon-negatief land zijn. Dat we land zijn met meer dan 93% bos op ons oppervlak. Maar dankzij de inheemsen hebben ze dit onderhouden. En dankzij hun bijdrage kunnen we vandaag zeggen ja, dat wij de zuurstofleverancier zijn van de wereld. Maar natuurlijk zijn wij bezig als regering. Wat lobby Bradang Assisa, onze inheemse broeders en zusters, wat krijgen we daarvoor terug? Wat krijgen we daarvoor terug? Wat krijgen de inheemse broeders en zusters terug? Voor het beleid wat ze afgelopen jaren gevoerd hebben. En we zijn in onderhandeling. En ook de secretaris-generaal van de VN heeft gezegd, ze gaan ons ondersteunen, technische bijstand geven, dat we geld kunnen genereren uit onze carbon credit. Dat we geld gaan genereren om ons bos duurzaam te onderhouden. En de lokale gemeenschap gaat daarvan ook profiteren. Mijn mensen, zijn grote uitdagingen, grote ontwikkelingen. We moeten het vieren. We moeten vieren omdat we samen die Bromtje Jari vormen. Waarvan onze inheemse broeder en zuster een heel belangrijke Bromtje zijn. We moeten het vieren omdat onze Javaanse broeders en zusters het ook vieren vandaag. En samen in die Bromtje Jari moet ervoor zorg dragen dat die Bromtje Jari gaat groeien en bloeien. Dat de Surinaamse natie sterker gaat worden. En dat we elkaar moeten ondersteunen. En voor wat betreft het vraagstuk van grondrechten. De regering heeft de wet al goedgekeurd enkele maanden geleden. De regering heeft die wet al gestuurd naar het parlement. En het parlement heeft een commissie van rapporteurs reeds ingesteld. En we hebben vorige week als coalitie top gesproken over de behandeling van deze wet. En daar is opdracht gegeven dat die wet met hoogste prioriteit behandeld zal moeten worden. En als het niet deze maand is, zal het zeker de komende maand zijn dat we zullen starten met de behandeling, met de openbare behandeling. Ik zie een DNA-lid, Rui Wang, en hij knikt ja. Dus ik ga ervan uit dat het parlement al beslist is dat we die wet in het openbaar gaan behandelen. Dus nogmaals, het staat op onze agenda. En wij moeten datgene geven als land aan de inheemse waarop ze aanspraak maken. En datgene geven aan onze Maron-broeders en zussen waarop ze aanspraak maken. En dat gaan we, zoals de internationale verdragen dat ook eisen, als lidstaat, als verdragsstaat ook zorg dragen dat al deze verdragen nageleefd kan worden en ook toegepast kan worden in de vorm van nationale wetgeving, in de vorm van nationaal beleid. Met betrokkenheid van alle Surinamers,
met betrokkenheid van ook de inheemse en de stamverband levende gemeenschap. Ik ga jullie allemaal feliciteren. Het is een geweldige dag. Laat het vieren. Maar laten we samen respect tonen aan elkaar. Wij zijn allemaal Surinamers. Tot en met 75. Waren we een kolonie. Maar vanaf 25 november 75 zijn we een onafhankelijk land. Met die Surinamers die onze bloementuin vormen. En laten we die bloemen goed onderhouden. Laten we die bloemen ook de juiste voeding geven. Laten we die bloemen verzorgen. Dat ze verder gaan groeien en bloeien. Totdat wij allemaal elkaars cultuur, elkaars achtergrond, elkaars traditie gaan respecteren. En als eenheid gaan optreden. En laten zien aan de wereld. Ja, we zijn een kleine vreemde naties hier zo. Wat men voorbeeld kan nemen. Hoe verschillende groepen naast elkaar en vriendzaam met elkaar leven. Nogmaals, gefeliciteerd aan iedereen. God bless you. Thank you. Dank u wel. Een ander applaus voor de president van het Nederland. Zijn dan zijn mensen. Zijn dit op de set. Zijn toekie. Hij wordt dan begeleid naar zijn zitplek. Oké. Mag ik wel eens een applaus voor de president?